Mitchell, komende zondag Ajax. Wordt dat jouw eerste wedstrijd van NAC? Als het aan mij ligt, ik ben fit. En de rest, de trainer maakt de keuzes. Het is aan de trainer of je mij al meeneemt of niet. Maar als het aan mij ligt, ik ben fit. Heb je al een indicatie wat de trainer met je wil komend weekend? Nee, eigenlijk niet echt. Ik heb gewoon hard getraind en meer eigenlijk daarmee bezig geweest. En dat is op het moment ook het belangrijkste. Je bent fit, maar ben je ook wedstrijdfit? Want je hebt natuurlijk een lange periode niet gespeeld. Natuurlijk. Ik heb weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen tijd. Dus ben je wedstrijdfit? Ja, wedstrijdfit word je door wedstrijden te spelen. Dus, maar dat kan ook in tweede, hè? Dat kan ook, precies. En we gaan het zien wat de plannen zijn. Hoe is jou bevallen zo in die eerste tijd in Marina? Ja, eigenlijk heel goed. Mensen zijn vriendelijk, ik ben goed opgevangen. En nu wat de kleine dingetjes om je te settelen en dan kunnen we aan de bak. Ja, aan de bak. Wat ben je voor gekomen, hè, om te spelen? Nou ja, in principe kom je om te voetballen. Ja. Wat zou je rol zijn, denk je, in het elftal? De manier van spelen, daar duid ik dan op? Ik denk dat het team wel iemand nodig heeft die een bal kan vasthouden. Ik denk dat ik dat kan. Ik denk dat de mensen hier ook denken dat ik dat kan en weten dat ik dat kan. Dus ik denk dat dat al een rol is die voor mij is weggelegd. Ja, wat dat betreft zou ik zeggen tegen Ajax, huppakee erin. Bal vasthouden en counteren maar. Ja, wat ik zeg, je bent gierig natuurlijk om te voetballen. Ook ik. Ik heb hard getraind deze week. En als de trainer me meeneemt, dan zal ik klaar zijn om minuten te maken. De positie van NAC, we hoeven maar naar de ranglijst te kijken, die is bekend, hè? Die is precair. Wat is jou voorgespiegeld? Wat is het idee, zeg maar, wat ze hier hebben, zeg maar, onderin te blijven? Ja, eigenlijk allereerst is het gewoon handhaven. Hoe dat gebeurt, maakt in principe niet uit. Daar heb je natuurlijk wel punten voor nodig, want je kan niet blijven afwachten wat de andere concurrenten doen. Ja, dus dan moet je eigenlijk bij jezelf te raden gaan als team en daar de punten pakken. Ja, je hebt NAC zien spelen natuurlijk, ook de laatste wedstrijd tegen VVV. Wat zie jij dan? En eigenlijk een zeer goed voetballend team. En wat nogmaals goed kan voetballen. Alleen ja, dan is het geluk, is het pech. Er moet wel een goal in. Ja, en daar ben jij voor gehaald, onder andere. Hè, want er is nog een spits gehaald. Ja. Ja, dus misschien toch wel wat druk op jouw schouders, zeg maar. Omdat het doelpunt er moet komen. Nee, niet druk. Ik ben gehaald voor de spitspositie. Dat is natuurlijk een belangrijke positie, want je wordt wel uiteindelijk afgerekend op je goals. Maar het is aan mij om zo scherp mogelijk weer te worden en te laten zien dat er nog goals in zitten.